Goedenavond, het is zaterdag 6 augustus en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Aanschuiven in Terneuzen dit weekend bij de Wasstraat. 2000 inwoners van de binnenstad en de wijk Java mogen namelijk op kosten van de gemeente hun auto komen wassen. Ter compensatie voor de overlast van de visdiefjes. Want visdiefjes, ja, een en al overlast, negativiteit, daar willen we vanaf. Maar voor nu in ieder geval al de mensen bedanken voor hun geduld en begrip met een gratis wasbeurt. De visdiefjes die krijsen, ze poepen, ze hebben wel eens mensen aangevallen. En dat komt omdat ze ons zien als een bedreiging. Dus enerzijds, we hebben last, maar we moeten ook zorgen voor een goede leefplek. En de oproep om je auto te komen wassen was niet aan dovemansoren gericht. Ik heb er niet zo heel veel last van. Maar ja, goed, auto gratis wassen is altijd meegenomen. Zeker op kosten van de gemeente natuurlijk. Zeker, zeker. En anders is het veel te warm om het zelf te doen, toch? Even wat terug, hè? Return of investment. Ondanks de oproep van verschillende overheidsinstanties om zuinig aan te doen met water en je auto's een keer niet te wassen, vindt de gemeente de actie nog steeds verantwoord. Misschien niet zo'n handige timing. Alhoewel, de mensen willen toch gewoon hun auto wassen. Als wij onze auto gaan wassen voor de deur, wat we eigenlijk liever niet hebben, dan verspillen we kraanwater, komt het in ons rioolstelsel. Hier wordt alles mooi gerecycled en afgevoerd. We hebben er wel goed over nagedacht, maar we dachten, hey, het is oké. En voor wie hoopt vaker zijn auto te wassen op kosten van de gemeente, komt bedrogen uit, want de actie is eenmalig. Zeeuwse boeren hebben gisteravond een eigen protestbiertje gepresenteerd, waarmee ze aandacht willen vragen voor de sector. Het heet Boerentrots. Dit biertje was echt nodig. Want ik kreeg eindelijk geen één boer meer op de been. Omdat alle boeren het spuugzat zijn. Een boer is van nature geen actievoerder. En daar is het in het verleden denk ik fout gegaan. Die boer die is altijd aan het werk. En die heeft de politiek gelaten wat het was. En daar is het eigenlijk fout gegaan. De politiek heeft constant zijn eigen hang gedaan. Er werd gepraat, niet met ons, maar over ons. Femke Marije Wiersma, de tweede op de kandidatenlijst van de Boer-Burgerbeweging, nam het eerste biertje in Zierikzee in ontvangst. Volgens Hansen een mooi moment om op een andere manier te protesteren. Afgelopen week is er heel veel gebeurd. En of dat dan wel of niet de boeren gebeurd is, dat laat ik dan even in het midden. Als ik het goed begrijp, zijn er ook veel andere mensen bij betrokken die niks met de landbouw te maken hadden bij die acties. En die boer die krijgt die stempel. Het straalt af op jullie. En dat is heel vervelend. En dat was hard nodig dat er weer eens een keer wat anders kwam. En dat heb ik met dit geprobeerd te bereiken. Vanwege de visserijfeesten in Breskens lopen dit hele weekend gidsen op de Westerschelde-ferry. We gaan straks een praatje maken met de mensen. Ik heb ook altijd een paar foldertjes mee. En kijken wie dat er behoefte heeft aan de folder. Goedemorgen, gaat u ook naar de visserijfeesten? Nou, ja, ik kom er net vandaan, ben er al geweest, ik kom van Breskens. Het was wel lekker druk op de rommelmarkt. Ja. Vorig jaar deed Jaap hetzelfde en daar heeft hij van geleerd. Aanvankelijk was het de bedoeling dat me wat zong vertellen over de boot en zo, maar dat slaat niet aan. De mensen zijn meer geïnteresseerd in toeristische informatie. Dus naar de Zeevlaamse kant, dan moet je over Zeevlaanderen en zelfs Brugge informatie verstrekken. Kijk, ik heb hier nog een fietskaart mee. Die doet het erg goed. Een gratis fietskaart. Het Visserijmuseum, dat is in de Vissershaven. Maar dat is toch helemaal over de Dieksel op? Dat kan ook. Ja, ja. Okay. Op het ogenblik is er een rommelmarkt. Oh, leuk. In het dorp. Ja, we gaan gewoon lopen. En ja, we maken lopen. Er een dag van. Ja. We maken een leuke dag van. Ja, lekker weer. Mooi weer. De gidsen zullen de komende periode vaker rondlopen op de veerboot. We hadden vandaag een vrij zonnige dag met een paar stapelwolken en ook wel wat hogere bewolking. Een aardige dag en ondanks de flinke zonnige perioden lagen de maximumtemperaturen aan de lage kant met 20 tot 22 graden. Dit kwam door de matige tot soms vrij krachtige noordelijke wind. En die werd in stand gehouden door een hoge drukgebied met de kern ten westen van het Verenigd Koninkrijk en een uitloper richting Nederland. En daardoor wordt die noordelijke wind in stand gehouden die morgen naar het noordoosten zal gaan draaien. Vanavond en vannacht zijn er daardoor brede opklaringen met minimumtemperaturen tussen 10 en 15 graden. En morgen wordt het zonnig, er is weinig bewolking en de maximumtemperaturen liggen wat hoger, rond 21 tot 24 graden, met dan een meest matige wind uit het noordoosten.
Ook de komende week houden we zonnig zomerweer en het wordt elke dag wat warmer. Het kwik loopt gedurende de week op naar 25 tot 30 graden. En tot zover. En heeft u nou niet al het nieuws meegekregen uit Zeeland afgelopen week? Of wilt u het gewoon nog een keertje terugzien? Straks ben ik bij u terug met Zeeland de Week. Met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van dag tot dag. Dus graag tot zo.